Zonder reden, want we hebben een hele speciale reden. Jan, wat gaat hier gebeuren? Morgenavond hebben we hier een loop. Prachtig evenement. Dan kan ik me nog opgeven? Altijd. Dat kan altijd. Want waar moet het, waar is de start? Die wordt goed. Vanuit het sportpark op de Eerste Wolde komt die Gelderland. En we zeggen met z'n allen in het morgen. Mee zwaaien! In voorgaande edities stonden we bij Kwekerij Hoekert aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek. Vanavond staan we hier op Sportpark De Heugde in Oosterwolde. Want vanavond vindt hier de 4e editie van Run for Joyce plaats. Naast mij staat Niels Visser, de voorzitter van Run for Joyce. Goedenavond Niels. Fijn dat je ons even te woord wil staan. Laten we beginnen met het doel van vanavond, waar het toch allemaal om draait. En dat is natuurlijk Huis Joyce. Wat kun je ons daarover vertellen? Ja, dit is een hardloop-evenement Run for Joyce. En op deze manier dus een podium vragen, letterlijk en figuurlijk, voor gehandicapte weeskinderen in nood. In dit geval in Zuidwest-China, project Huizen Joyce. Een project waar mensen zorgen voor 60 gehandicapte weeskinderen. Die geven ze onderdak en onderwijs. En zonder die zorg zouden, ik denk, een groot gedeelte van hen op straat staan of misschien wel niet meer leven. Dus vandaar dat wij lopen voor weeskinderen in nood. Ja, en je kunt ook vanuit persoonlijke ervaring volgens mij vertellen wat het allemaal betekent voor die kinderen. Kun je daar iets meer over zeggen? Nou ja, ik kan erover zeggen dat wij proberen om jaarlijks in ieder geval de reis naar China te maken. 2015 was de laatste keer, dus wij gaan in maart, hoop ik, een half jaar te gaan. Ook bij dat project dan te zijn en ook een steentje bij te dragen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je weet waar je je voor inzet. En ook de mensen die je probeert enthousiast te maken. Dat enthousiasme kun je overbrengen op het moment dat je weet wat het doel is. En of dat ook gaat werken, zeg maar. En ik denk dat dat een voorwaarde is voor bijvoorbeeld een Run for Joyce. Dat je weet wat er speelt en dat je weet waar je je voor inzet. En dat doen wij. En het doel is natuurlijk geld inzamelen. Kun je vertellen waar zij hun geld vandaan moeten halen? Is dat allemaal giften waar het huis van bestaat? Ja, nou, het doel is niet alleen giften. Het is ook, wat ik zeg, een podium neerzetten om aandacht te vragen. In de hele wereld is er nood, maar in dit geval ondersteunen wij dus in China. Dus podium vragen. Het geld wat wij inzamelen gaat dus naar het huis. En zij werken samen met Amerikanen, zeg maar. Dus daar komt ook een geldstroom vandaan. En op die manier bekostigen ze, zeg maar, de onkosten voor de kinderen, luiers, medicijnen, eten, drinken. En betalen zij ook de Chinese werkers. En inmiddels is de Amerikaanse vrouw getrouwd met de Chinees. Dus ik zie wel toch alweer openingen, zeg maar, om nog meer draagvlak te krijgen voor deze kinderen. Ook in het land zelf. Heel mooi doel dus. Vanavond de Run for Joyce. Kun je ons even kort nog meenemen in de geschiedenis van dit evenement? Want het is alweer de 4e keer. Hoe zijn jullie begonnen? Ja, wij zijn begonnen op een hele mooie locatie ook. Boomkwekerij Hoekert aan de Zuiderzeestraatweg. En dat hebben we een aantal jaren gedaan. En nou, wegens omstandigheden, of tenminste het evenement groeide wat. We willen graag op een vrijdagavond gaan zitten in september. Op dit moment is bij Boomkwekerij Hoekert de handel volop aan de gang. Dus is het lastig om een parcours uit te zetten. Dus we zijn overgegaan naar dit terrein. Waardoor we ook weer makkelijker het evenement misschien weer kunnen organiseren. In de zin van, we hebben veel parkeergelegenheid, douchegelegenheid. We hebben een mooie kantine tot onze beschikking. Dus in die zin gaan we daar ook weer een beetje op vooruit. En het is prachtig weer echt. Vandaag kan me nog herinneren van de vorige editie dat die midden in de zomer was. En dat was toen ook even wat lastig, want de temperaturen zaten jullie toen niet mee. Nee, het was strandweer. Ik ben die dag, zijn we uiteindelijk ook met mijn gezin naar het strand geweest. We hebben het dus vorig jaar afgelast inderdaad, omdat het... ja, het zal wel 35, 36 graden worden. Nou, het werd denk ik 2 of 33, maar gewoon te warm om te lopen. En aflasten om eventuele risico's uit te ballen. Maar dit is perfect loopweer. Dit is gewoon... Heerlijk loopweer, toch? Ja, want kun je ons meenemen in het programma van vanavond? Ja. Wie gaan er allemaal lopen en wat zijn ongeveer hun starttijden? Ja. Nou, allereerst zeggen dat wij al een record aantal inschrijvingen hebben. Alleen de voorinschrijvingen al. Er zullen wat mensen afvallen, wat mensen bijkomen. Maar we beginnen met de kidsrun straks hier zo. Start-finish op het hoofdveld hier zo op de Heugde.
En dan heb je eerst de 500 meter, daarna hebben we de 1000 meter. En dan gaan we voor de volwassenen naar een ander veld, voor de stad. Van de 5 kilometer begint om 7 uur. En de 2,5 en de 10 kilometer begint om 7:45. Stad is daar en we finishen allemaal weer op het hoofdveld. Ja, volgens mij gaat het ook nog over Landgoed Morren voor een gedeelte. Ja, ja, we hebben gisteren ook al wat opnames met Piet Paulusma natuurlijk gehad. Waarbij we dus ook naast het sportpark ook het morren mochten laten zien, zeg maar. En aan het einde van de 10 kilometer wordt het dus een beetje donker. Dus daar hebben we op gereageerd. NVO heeft ons mooie lampen beschikbaar gesteld die we op de plekken hebben gezet. Dus aan het einde van de 10 kilometer wordt het ook een beetje een run for joys by night. Dus we zullen zien hoe dat gaat bevallen. Ja, we wachten het af. Als het dan zover is en we sluiten de avond af, wanneer ben jij dan als voorzitter tevreden? Ik ben tevreden als alle mensen die vanavond hier komen een fijne avond hebben gehad. Nou ja, als ik naar de deelnemers kijk en ook naar de eventuele opbrengst die eraan zitten te komen, is dat natuurlijk ook, zie ik dat al wel als geslaagd. En verder hoop ik gewoon dat mensen ook nadenken bij het doel. Wij ondersteunen dus gehandicapte weeskinderen in nood. En dat willen we gewoon aangeven dat er overal in de wereld, in dit geval ook in China, dat het belangrijk is om naar elkaar om te kijken. Het kan naar je buurman zijn hier in Nederland, het kan ook in China zijn. En dat is een boodschap die we mee willen geven. Nou, dat lijkt me een hele mooie boodschap. Heel veel succes vanavond en vooral heel veel plezier. Ja, dankjewel. Nummers mee te pakken. En wie zal dan hier vandaag de snelste wezen, is uiteraard de vraag. En dat kunnen we alleen beantwoorden als we hier die jonge lui. Kijk te gaan, die is echt super snel. En dat was Daan Weijen. Daan van Weijen is de eerste jongen die. Daan van Weijen is de. Maar dat gaat allemaal zo snel. En zo laat is hier de 4-1 volop de gang erin. Hey, hi, wat is jouw naam? Julie Jacobs. En waarom mocht jij op deze mooie gong slaan? Nou, ik ben van een van de kinderen thuis en ik werd gevraagd omdat ik het startschot mocht doen. En toen mocht jij dus op deze mooie gong slaan en dat ging echt perfect, of niet? Want je kon niet oefenen volgens mij, of wel? Nou, ik heb wel een paar keertjes zitten slaan en mijn vader zei dat ook wat harder moest. En dat heb ik hier hard geslagen. Ja, dat ging hartstikke goed. En toen konden de kinderen starten met hardlopen. Had je niet zelf ook graag mee willen doen met hardlopen? Nee. Hou je niet van hardlopen? Nee, niet echt. Nee, waar hou je wel van qua sporten? Ik hou van turnen en ja, gewoon buitenspelen eigenlijk wel. Oh ja, dat is ook hartstikke leuk. Nou, je deed het echt hartstikke goed. Heel mooi dat jij deze Run for Joyce hebt geopend. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Hi, hoe heet jij? Sam. Sam, en hoe oud ben jij? 5. En je hebt net heel hard gerend volgens mij, of niet? Ja. Ja, ging het goed? Ja. En doe je dit wel vaker? Oefen je wel vaker met hardlopen? Nee, niet zo vaak. Nee? Want vind je het ook leuk om te doen? Ja. En weet je ook hoeveel je bent geworden? Heb je geteld? Nee. Nee? Maar het was wel heel leuk. Ja. En ga je nog vaker meedoen? Vaker hardlopen? Ja? Oké. Okay. En je hebt ook iets gekregen. Kun je vertellen wat dat is? Medaille. Ja, dat is wel stoer, of niet? Ja. Nou, gefeliciteerd met je medaille en hele fijne avond nog. Ja. Hi, wat is je naam? Sam van Emmerik. En hoe oud ben je? 12 jaar. Oké, en je hebt net de 1000 meter gelopen en je hebt gewonnen. Hoe was het? Die jongen die voor mij liep, die sprint en die was daar ergens al moe. Ja, dus je hebt de race heel goed opgebouwd volgens mij, of niet? Ja. Ja, en het zag er ook heel soepel uit. Voelde het ook zo? Ja, maar in het begin niet echt. Nee, want loop je vaak hard? Ja. Oké, want hoe vaak train je? 3 keer per week. Zo, en bij een vereniging ook? AVC al voor Epe. Oké, en dan kom je speciaal hier om een mooie tijd neer te zetten? Ja. Weet je al wat je tijd was vandaag? Nog niet. Nee, dus dat moeten we nog even afwachten. Maar wat we al wel weten is dat je gewonnen hebt vandaag. Gefeliciteerd, goed gedaan. Ja, dank u wel.
Mooi. Goed. Hi, wat is je naam? Sander Kloosterziel. Ja, je bent net als winnaar over de streep gekomen bij de 5 kilometer. Hoe was het? Nou, zwaar, maar wel leuk. Oké, want waardoor was het vanavond zwaar? Nou, veel bochten. En op het begin ook nog het grindpad. Nou, dat hakt er wel in. Ja, er is ook nog een andere ondergrond dan weer. Ja. Want hoe heb je je voorbereid op deze wedstrijd? Nou, gewoon, ja. Deze week rustig getraind. Yeah. Gewoon echt op de wedstrijd gefocust. En dan tevoren nog eventjes wedstrijdvoorbereiding. Gewoon heel rustig, 5x80. Ontspannen gelopen. Dus yeah. Helemaal klaar voor deze wedstrijd. Yeah. En weet je je eindtijd ook al? 16:44. En ben je daar tevreden over? Ja, want dit parcours is nog wel moeilijk om nog onder de 17 te knopen. Dus ik ben wel super blij. Oké, mooi. En wat zijn nu je volgende plannen qua hardlopen? Straks over 9 oktober de 4 mijl in Groningen. Dus ook wel een mooie tijd, hoop ik. En weet je al wat voor soort parcours dat is? Ja, dat is de 3 bochten en 1 stuk rechtuit met wind mee. Dus, en ook een brug omhoog. Maar dat is beter dan vanavond. Dus die tijd wordt dan aangescherpt, neem ik aan. Ja. Ja, okay. Ja. Nou, heel veel plezier nog vanavond en bedankt dat je ons even te woord wilde staan. Ja, oké. En gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ja, de 2,5 kilometer is net gefinished. Dat wil zeggen, de eerste zijn gefinished. En een van de eerste, of de eerste bij de dames, staat hier naast me. Wat is je naam? Iris Bredewold. Ja, Iris, vertel eens, want volgens mij heb je al vaker gelopen vanavond. Ja, ik heb de 1 kilometer ook gelopen en ging ook best goed. Ja, best goed, dat kun je gerust zeggen toch? Want volgens mij heb je die? Gewonnen. Ja, dus 2 keer gewonnen vandaag. Ja, hoe ging het? Vertel eens, wat voor races waren het? De eerste ging ik een beetje te hard weg, maar voor mij zat ik 10 seconden voor de tweede of zo. En de 2,5 ging ook wel goed en ik werd gehaast door Bas Mekking. En eerst ging het wat langzamer, 15 uur of zo. En dan de laatste helft gingen we steeds wat sneller opbouwen en het laatste stuk gingen we sprinten. Dus. Okay, dat bedenken jullie dan helemaal van tevoren hoe hij dat voor jou kan doen? Ja, eigenlijk zou ik eerst alleen de 1 kilometer lopen, alleen toen werd een broertje van een vriend van ons werd ziek. En toen mocht ik dus van hem en toen zei Bas van, ja, zal ik je haasten? En toen, ja, toen gingen we bespreken hoe we zouden doen. En had je dat al vaak gedaan? Ja, wel een paar keer. Okay, want dit doe je niet zomaar volgens mij. Je traint veel, neem ik aan? Ik train 2 tot 3 keer in de week aan atletiek en soms nog hardlopen erbij. En waar doe je dat? Bij de Gems in Heerde. Okay. En wat zou je graag willen? Wat is je ambitie? Wat zijn je dromen? Nou, ik doe ook nog triathlons en ja, daar wil ik best wel ver mee komen. Oké, dus echt de triathlon? Ja, zwemmen, fietsen, lopen. Oké, nou, lopen dat gaat al hartstikke goed. Gefeliciteerd met deze 2 mooie overwinningen. Bedankt. Ja, de 2,5 zijn tegelijk gestart met de 10 kilometer, maar de winnaar van de 2,5 staat hier al naast me. Wat is je naam? Ik ben Emiel Post. Ik ben 22 jaar en ik kom uit Weesup. En wat was voor jou de reden om vandaag mee te doen? Ik ben via een vriend van mij, hij is reisgehouden en vroeg of ik mee wilde doen. Ik heb een shirtje van hem aan, dat zeg ik ook al mee. Het is me heel goed bevallen, ik vind het hartstikke leuk om hard te lopen. Toen ik de 5, nu ik de 2,5. En alleen maar hartstikke leuk om mee te doen, dat is eigenlijk het antwoord. En waarom vandaag de 2,5? Ik voetbal hiernaast ook nog en ik wil niet te veel spierpijn hebben morgen. Dus denk ik doe de kortste afstand en dat is de 2,5. En waar voetbal je? Ik voetbal bij WAC. Ja. En welk elftal? In het tweede elftal. Okay, dus morgen een belangrijke wedstrijd? Ja, we doen het niet zo goed. Dus we willen eindelijk een keertje winnen dit seizoen. Dus morgen 11:15. Okay, nou, dan is dit een mooie warming-up. Loop je wel vaker dit soort afstanden? Eigenlijk voetbal ik alleen maar 2 keer in de week, plus een wedstrijd. En ik doe eigenlijk 2 wedstrijden per jaar mee. Ook nog de nieuwjaarsloop van WSC. Had ik ook gewonnen trouwens. En dat zijn eigenlijk de enige 2 races die ik per jaar loop. Deze en die. Misschien toch onvermoede talenten? Ja, wie weet. Misschien ligt het meer dan voetballen. Maar ik voetbal nog wel leuker dan hardlopen, ja. Oké, nou dan wens ik je ook voor morgen alvast heel veel plezier. Ja, dankjewel. Ja, de laatste afstand van de avond, 10 kilometer. En de winnares bij de vrouwen staat hier naast me. Wat is je naam? Erna van Es.
Hoe ging het vanavond? Nou, het ging hartstikke goed. Het was een heel mooi parcours. Wel zwaar, het had vast plat omhoog en een heel stuk grindpad. Maar het was wel mooi verlicht met mooie kaarsjes langs de weg. Op een gegeven moment werd het wel een beetje te donker, vond ik zelf. Want de fietsen gingen ook zelfs onderuit voor mijn neus. Dus dat was wel even een spannend momentje. Maar ja, ik kon vanaf het begin op kop lopen en volhouden tot het eind. Ja, want dat lijkt me nog best lastig in het donker lopen. Doen jullie dat wel vaker? Nee, eigenlijk voor het eerst. Ja, Zwolse halve marathon is ook in het donker. Maar het is natuurlijk heel goed verlicht met lantaarnpalen. Ja. Maar ja, het had ook wel weer wat met die lantaarntjes langs de weg. Ja, en bij jou is het allemaal goed gegaan? Ja, gelukkig. Ja, zeker. Ja, heb je bewust gelijk bij de start al die kop gepakt of was dat toeval? Wel een beetje toeval. Maar ik had wel direct een mooie plek. En ik denk, probeer het vol te houden en fietsen voor me. Dus dan weet je dat je aan kop ligt. Je weet natuurlijk niet hoe ver de nummer 2 achter je ligt. Dus dat is altijd even spannend. Als je dan ingehaald wordt, dan is het alweer even een opluchting als het dan een man blijkt te zijn. Maar lekker gelopen. En had je ook nog een bepaalde doelstelling voor vanavond? Nee, eigenlijk niet. Want ik had een voetblessure. Dus het was even spannend of ik dat goed vol kon houden. Maar het is gelukkig goed gegaan. En de blessure is weer helemaal verdwenen? Nou, ik voel het nog wel. Dus misschien morgen als ik wakker word dat ik wat meer last heb. Maar dat maakt niet uit. En binnenkort nog weer een loop? Straks in eind oktober de Dali Run in Heerde, georganiseerd door de Gemsen. En in november weer de Zevenheuvelenloop waar we voor trainen. Oké, veel succes dan alvast. Ja, dankjewel. En gefeliciteerd met je mooie overwinning. Ja, bedankt. Ja, de winnaar bij de mannen bij de 10 kilometer, wat is je naam? Wilco Hermans. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Zwolle. Oké, en aan je shirtje te zien train je bij PEC? Klopt. Ja, doe je dat al lang? Een jaar ongeveer. Oké, en dan al nu gelijk winnaar op de 10 kilometer? Ja, klopt. Ging ook al snel, ja. Ja, want wat was van tevoren je doelstelling voor vandaag? Ik dacht iets van 50 te worden of zo, dus zo mooi dat ik nu eerst ben. Ja, had je ook nog een tijd in gedachten? Nou, niet deze tijd. Ik had eerder een 2 minuten langzamer verwacht of zo. Want hoe heb je hier naartoe gewerkt? Heb je nog een speciaal trainingsschema aangehouden? Nee, dat niet. Ik heb gewoon 2 dagen rust genomen van tevoren. Om energievoorraad te bouwen en dan nu knallen. En de 10 kilometer, je zegt net knallen. Heb je ook nog een bepaalde opbouw die je in je race je voorgenomen hebt? Ik heb de tweede helft al duidelijk sneller gelopen dan de eerste. Maar dat was niet de bedoeling. dat was juist je winst vanavond? Ja, klopt. En hoe was het om op dit parcours te lopen? Het was wel een lastig parcours met veel los grind. Dus dan glijdt het een beetje weg. Maar alsnog ging wel goed. En wat is nu je volgende wedstrijd? Mijn volgende wedstrijd is volgende week de onderdijksrun in Kampen. En hoeveel kilometer is dat? Dat is 15, nu ik. Oké, dus is dat meer je afstand of juist minder dan de 10 kilometer? Sorry? Is dat meer jouw afstand de 15 of ben je beter op de 10? Ja, het wordt mijn tweede 15 kilometer, dus... dat wordt nog spannend wat het gaat worden. Ja, vorige week onze eerste en die heb ik gewonnen, dus ik heb goede hoop. Kijk, een natuurtalent. Nou, dan wens ik je ook voor volgende week in Kampen weer heel veel succes. Dank je. De Run for Joyce zit erop. Het eindbedrag is bekend. Wie wil het bedrag? Niels, wil jij het even nog extra benadrukken? Nou, we kunnen het allemaal zien. We hebben een recordbedrag ook opgehaald van €11.850. Dat is echt een record voor Run for Joyce. Ja, zowel qua deelnemers, maar ook qua opbrengsten. Dus ik neem aan dat ik hier nu naast een heel tevreden voorzitter sta. En de rest van het bestuur natuurlijk. Ik wil zeggen, ik ben niet de enige die tevreden is. We zijn allemaal tevreden en we hebben echt een topavond gehad. Ja. Dus dat is de conclusie van vanavond. Gewoon echt een topavond. En wanneer weer? Wij gaan volgend jaar rond dezelfde tijd gaan we zitten. En de definitieve datum zullen we heel spoedig even op internet zetten. Zo uit mijn hoofd denk ik dat het 22 september wordt, als we een dagje terug gaan. Dus rond deze tijd ongeveer. Het is de 5e editie. Dus dat is toch weer een extra groot feest. Dus hierbij nodig ik iedereen alweer uit voor volgend jaar. Om er rekening mee te houden dat er een 5e editie aankomt. En alles natuurlijk op www.runforjoyce.nl. Ja, de uitslagen van de wedstrijden, verdere informatie, ook de foto's, die kun je allemaal terugvinden op runforjoyce.nl. En straks de nieuwe datum. Gefeliciteerd met deze hele mooie opbrengst. Ja, dankjewel.